Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het is 7:15. Het heeft net keihard geregend. Toen ik het tentje afbrak, kwam ik erachter dat mijn achterste tentstok helemaal is gespleten. Dus die zit nou met duct tape aan elkaar. Nou, dit was 1. Ik heb nog 2 weken te gaan. Vandaag gaan we 70 kilometer rijden. Ik weet mijn god niet waar naartoe. Ergens naar het zuiden van Frankrijk. Mijn tentje is stuk. Het is net niet helemaal. Bonjour! Lekker bakje koffie. Een beetje suiker. Hashtag zonnesteek. Ik ga even die suiker halen. Goedemorgen Johan. Ik heb bijna niet te zien. Weet je hoe het komt? Het is 4:15 in de ochtend. We zijn om 3:00 opgestaan. Het is vroeg. Dag allemaal. Hoi. We pakken nu net de spullen uit. Mijn tent is eigenlijk gewoon echt niet meer goed op te zetten. Want die stok die blijft gewoon snappen. Johan pakt net zijn tent uit en zijn stok breekt ook. Het gaat straks, ziet het niet echt op de camera denk ik, maar het gaat keihard regenen. Het gaat de hele nacht duren. Ik heb een heel zielig gezicht opgezet bij de camp-eigenares. Ja, ik kan het wel. En nu mogen we een nachtje in een mobile home slapen. Dus we gaan inpakken, alweer. We zitten weer op de fiets. Het is er nu niet, we staan. Maar je ziet het al, regenkleren, want het is de hele dag regen. Koud. Ja, we gisteren een soort van de tentstok nog een beetje kunnen repareren voordat we gingen slapen. We gaan kijken of dat dan lukt. Johan heeft het koud. We hebben de tent kunnen maken gisteren. Niels komt het geweldig idee. Van, hey, we kunnen de stokjes misschien wel inkorten. En dan kunnen we weer een boogje maken. Yeah. Let's go. Oké, leentje. Hoi. Begin van de Pyreneeën. We zijn er. We zijn er. Dat daar achterin, dat staat ons allemaal te wachten. Kikken! Na 3 dagen fietsen zijn we beland camping Mooney Col. Zoals je ziet, de tentjes staan weer! Nu is het rustdag. Tot de volgende update. Yo! Later!